als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen. Meneer de wethouder, ik zag je staan. Wou je Tai Chi gaan doen? Nee, maar ik was wel eventjes benieuwd hoe het gaat. Want mijn oom die treedt daarop. Jan de Vrij. Dus ja, daar moet je toch altijd even naar kijken. Een sportieve man. Dus, Heeft u zelf voor de gemeente nog wat voor de ouderen? Ja, wij staan hier met een uitgebreide delegatie van de gemeente. Met WMO, gemeentelijke participatie, schuldhulpverlening, bijstand. Ja, en overal waar mensen vragen over hebben, dan proberen we daar een antwoord op te verzinnen. Er komen ook mensen met vragen over wachttijden en oplossingen. Dat noteren we allemaal en die mensen worden komende week ook allemaal weer teruggebeld. Wat we met hun vragen gedaan hebben. Want als je toch de moeite neemt om hier naartoe te komen, om mij of de collega's te spreken, nou, dan moet je daar ook snel op kunnen reageren. Nou, dus dat is een win-win voor de gemeente. Ja, ik denk dat het win-win is. A, je spreekt de mensen en je hoort hoe zij de gemeentelijke dienstverlening ervaren. En het is niet alleen maar negatief, het zijn ook een heleboel positieve berichten. Dus ja, dan is het goed om hier te staan en je gezicht ook durven te laten zien. Wat is dit nu? Dit is een allernieuwste uitvaartsboot, noemen wij hem. Hij heette Vaarwel. En het is dus mogelijk om hier dus de overledenen in op te baren en ook te vervoeren naar begraafplaats, naar het crematorium. Om daar dus op een hele maritieme wijze, zeker in de stad als Den Helder, met de marine, met de visserij, zij het beperkt, maar zeker nog de vissersmensen. Of gewoon überhaupt iemand die van boot houdt, om daarin begraven dan wel gecremeerd te worden. En iemand drukte het net al heel mooi uit, van, die keek zijn vrouw aan en zei van lieverd, we zijn ooit in het huwelijksbootje gestapt. En hoe symboliek is het dan dat je afscheid neemt in de uitvaartboot om van elkaar afscheid te nemen na zoveel jaar huwelijk. We zijn een thuiszorgorganisatie hier in Den Helder Julianendorp, eigenlijk ja, wijkverpleging. Dus we zijn een zelfsturend team, wij hebben ook geen leidinggevende boven ons. Dus wij beslissen zelf welke zorg we geven en hoe lang we ergens zijn. Wij schatten dat allemaal zelf in. En dan, als je zorg nodig hebt, komen we even langs om kennis te maken en te kijken welke zorg er nodig is. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? En als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan? Je schuilen als het nergens anders kan. En als ik moet huilen, droog jij.